Kefir, de drank der 100-jarigen. Nou, dat klinkt veelbelovend. Maar klopt het ook? En maakt het uit of je kefir zelf maakt of dat je het in de winkel haalt? Dit en meer in deze Facebook Live-uitzending van De Eetlijn. Nou, goedemorgen lieve mensen. Welkom allemaal. Hartstikke fijn dat je er weer bij bent. Ik wil de nieuwe mensen ook zeker van harte welkom heten. En als je nou nieuw bent, laat het even weten via de chat. Altijd leuk als er nieuwe mensen bij zijn. Maar ook welkom aan alle mensen die elke vrijdag trouw om 9 uur zitten te wachten. En zitten te kijken naar deze live uitzending. Hoi Ria, goedemorgen. Ria zit weer klaar met pen en papier om er een prachtig blogbericht van te schrijven. Dat krijg je aanstaande zondag met de eetlijnpraatjes. Dat is de nieuwsbrief van de Eetlijn. Krijg je die nou niet, laat het even weten. Stuur even een mailtje naar netty.bom@deetlijn.nl. Nou, ik zie Ineke binnenkomen. Leuk kefir, zegt Ineke. Of Irene bedoel ik, sorry. Leuk kefir, hartstikke leuk. Katharina is erbij. Nou, er komen al veel mensen binnengedruppeld. Natasja. Nou, voor degenen die mij niet kennen, ik ben Netty Bom, ortomoleculair therapeut en leefstijlcoach. En ik heb als grote missie om van Nederland het allergezondste land van de hele wereld te maken. En natuurlijk onder andere door deze Facebook Live uitzendingen, maar ook door 1-op-1 coaching. En ik heb een team van coaches opgeleid die samen met mij een en dezelfde visie hebben. En ook allemaal mee willen werken aan een gezonder Nederland. Ik zie Lisette binnenkomen. Goedemorgen Lisette, Anneke. Ja, goedemorgen, zegt Anneke. Ik ben er weer bij. Een fijn moment altijd en kefir erg lekker. Leuk, Anneke, fijn dat je erbij bent. Els, goedemorgen. Vrienden van de Velde, goedemorgen. Nou, hartstikke leuk. Het wordt gelijk al hartstikke druk. Leuk. Goed, ik heb aan jou als kijker een vraag. Hoi Karin, goedemorgen. Hoe vaak gebruik jij kefir? En kies je dan voor kefir uit de winkel of maak je de kefir zelf? En ik ben heel erg benieuwd naar jouw reactie. En zet die eventjes in de chat als je wil. Dan kom ik er zeker af en toe op terug. Maar ik vind het heel belangrijk. Ben je fan van kefir? Gebruik je het veel? En maak je het inderdaad zelf? Of haal je het uit de winkel? Want dat is een enorm verschil. Kom ik zo meteen allemaal op terug. Hey, Ans, goedemorgen. Goed, nou, wat ik ga behandelen vandaag, we hebben weer een heel pak en ik heb echt niet de illusie dat ik alles kan vertellen over kefir in deze uitzending, dus er zullen echt wel dingetjes blijven liggen. Maria die fantaseert er altijd een beetje bij, dat is hartstikke fijn. Dus het blogbericht wat je zondag gaat krijgen zal echt helemaal compleet zijn. In het vuur van mijn betoog vergeet ik wel eens wat te vertellen of ik zeg het net verkeerd. Nou, Ria corrigeert me altijd, is hartstikke fijn, die kijkt altijd mee, denkt altijd mee. Maar goed, wat we gaan behandelen om te beginnen, wat is kefir? Wacht even, Ansi zegt, ik gebruik het zelf en maak het zelf heel goed. Lisette zegt dagelijks, maar nog nooit zelf gemaakt. Nou Lisette, dat gaat vanaf vandaag rigoureus veranderen. Je gaat het vanaf nu alleen maar zelf maken. Miriam zegt, mijn vraag, word je er dik van? Oh Miriam, wat een goede vraag. Nou ik zal je zeggen, het helpt alleen maar om af te vallen. Dus dat is hartstikke positief. Anneke zegt, ben fan en gebruik het dagelijks. Maak het zelf van zo'n zakje. Simone, stiekem uit een biologische boerenwinkel, maar weet niet of dit juist is. Nou, in een boerenwinkel, biologisch, kan het nog oké zijn, maar ik ga je vertellen wat de kefir uit de supermarkt, wat die doet. Niks dus. Oh, sorry mensen, ik ga heel veel mensen voor de schenen schoppen. Ina zegt, goedemorgen Nette, ik maak waterkefir al vanaf 2014. Heel goed bezig, Ina. Even kijken hoor. Dagelijks dus. Ja, oké, goed. Nou, dan... wat is kefir dus? Welke soorten kefir heb je? En wat zijn de verschillen tussen waterkefir en melkkefir? Wat is het verschil tussen zelfgemaakte en kant-en-klare kefir uit de winkel? Hoe maak je het klaar? Hoe kun je het bewaren? Wat maakt kefir zo gezond? Wat kun je ermee? Dan, hoe bewaar je kefir? Dan gaan we kijken naar het recept van zaterdag. En dat is echt... te gruwelijk lekker. Crimineel bijna. Echt super, super lekker. Dus daar gaan we zo meteen alle ingrediënten van benoemen. Zodat je het morgen meteen kunt gaan maken. En dan uiteindelijk ga ik het thema van volgende week bekendmaken. Dus we hebben weer een hoop te doen. Yvonne zegt, goedemorgen, ik maak het ook zelf.
Els zegt, ik koop het bij de boer. Leidy, Kevin van Demeter, denk dat je doet. Ja, ik denk dat het hier wel goed is, Leidy. Erika, goedemorgen. Ada zegt, goedemorgen. Vera zegt, goedemorgen, ik maak kevers zelf, maar heb na het laten slecht worden van één pot 14 dagen niks meer gemaakt. Nee, dan raak je uit die flow. Ja, ik snap het helemaal, Vera. Els zegt, ik vind het heerlijk en maakte het zelf met rauwe melk, maar in verband met parasieten mag ik dat dus niet meer. Dus nu bio uit, oké. Vindt het vreselijk, kan het niet gebruiken. Oh, Erika, wat eerlijk van je. Yvonne zegt, 45 jaar geleden was het een hype. Dit was om yoghurt mee te maken. Ik kreeg het van iemand en in de melk. Het werd steeds meer. Ja, dat zijn die kefirplantjes. Ja, Hanneke, goedemorgen. Joey Didios, goedemorgen. Nou, wat leuk. Wat een leuke reacties allemaal. Nou, ik ga eerst behandelen. Wat is kefir? En ik heb hier een fles kefir staan. Die heb ik zelf gemaakt. Dit is mijn kefir. Ik maak hem soms in een fles. Maar ik gebruik ook heel vaak mijn kefirmaker. Dat ga ik zo meteen ook uitleggen. Was ik een vraag van een van de mensen die zich aangemeld hadden. Wil je alsjeblieft uitleggen hoe die kefirmaker werkt? Dus daar kom ik zo meteen op terug. Maar ik doe het dus eigenlijk een beetje afwisselend. Maar in deze fles kun je het gewoon beter zien. Nou, dit is dus een fles met kefir. En ja, kefir is een zuiveldrank. Ik ga zo meteen meer erover vertellen. Is een zuiveldrank die komt van oorsprong uit de Caucasus. En ze noemen het de drank der 100-jarigen. Het heeft alles te maken met het feit dat kefir ongelooflijk goede bacteriën bevat. Daar kom ik zo meteen allemaal ook op terug. Maar die gaan jouw darmen dus herstellen en genezen. En je totale gezondheid valt of staat met wel of niet goed functionerende darmen. Dus als je darmen goed functioneren, kun je bijna alle ziektebeelden buiten de deur houden. Dus in die zin, drank der 100-jarigen, ik kan het alleen maar volmondig bevestigen. Ik wil niet zeggen dat als je kefir gebruikt, dat je gegarandeerd 100 jaar wordt. Maar je hebt gewoon meer kans om allerlei ziektebeelden buiten de deur te houden. En daar gaat het eigenlijk om. Nou, het is gefermenteerd met behulp van melkzuurbacteriën. Nou, kom ik zo meteen ook op terug. En door fermentatie is het rijk aan goede bacteriën, net zoals bij yoghurt eigenlijk. Alleen kefir bevat veel meer gezonde bacteriën dan yoghurt. En ik heb een onderzoek gelezen en het ging naar rem van darmkanker, darmkankercellen. En kefir kan ongeveer 56% van de darm borstkankercellen terugdringen. Ten opzichte van yoghurt ongeveer 14%. Dus 14% van yoghurt ten opzichte van 56% van kefir in het terugdringen van borstkankercellen. Nou, dat is nogal wat. Dat zijn echt wel belangrijke dingen. Nou, het wordt probiotica genoemd en iedereen kent natuurlijk antibiotica, oftewel penicilline. Nou, penicilline, antibiotica, dat maakt bacteriën kapot, slechte bacteriën in je lichaam. Bijvoorbeeld als je E. coli hebt of andere bacterieziektes, dan kun je soms echt antibiotica nodig hebben. Of bij een heftige longontsteking of andere ziektebeelden. Ik ben er niet zo'n voorstander van, maar antibiotica heeft ooit een keer ook mijn leven gered. Dus ik kan niet echt zeggen dat ik er helemaal tegen ben. Maar het is wel zo dat als jij antibiotica gebruikt, dan gaan ook de goede bacteriën in je darmen die gaan kapot. Dan is het altijd super belangrijk om er ook kefir, oftewel probiotica, bij te gebruiken. Dus probiotica herstelt uiteindelijk je darmflora. Nou, je hebt kefir van poeder of van een plantje. En ik ga me vandaag vooral richten op de kefir poeder, omdat ik die adviseer bij de eetlijnmethode. Zit ook in het startpakket van de eetlijn en ik promote puur deze, omdat het gewoon makkelijker is om dit mee te geven aan het startpakket. Anders moet ik allemaal prullen met die plantjes. En als je nou thuis een plantje hebt, helemaal leuk, helemaal goed. En misschien nog wel iets meer koolzuur wordt er geproduceerd dan met dit zakje. Maar ik vind dit zakje gewoon makkelijker om te verkopen, makkelijker om te gebruiken en te bewaren ook. Dus dat is puur de reden dat ik een zakje verkoop. Maar een zakje is eigenlijk net zo goed als een plantje, want het is gewoon een gedroogd plantje. Wat vermalen is wat poeder en dat is in een zakje gedaan. Gewoon lekker hygiënisch en makkelijk om te bewaren en te verkopen. Dus vandaar dat ik inderdaad die zakjes adviseer.
Nou, zowel de poeder als het plantje leeft van suikers. En die suikers worden omgezet in koolzuur, gas en alcohol. En daardoor komt er dat keefje bijna altijd een beetje een tintelingetje heeft. Je proeft gewoon een tinteltje erin. Dus hartstikke lekker is natuurlijk die koolzuur. En je ziet het soms ook een beetje dat het gewoon wat... Ja, soms zie je inderdaad dat het wat bruist. En dat proef je ook. Dus eigenlijk hartstikke leuk. Nou, door dus water of melk toe te voegen aan de poeder of het kefirplantje, daardoor ontstaat er kefir. Ik ga zo meteen uitleggen hoe je het maakt. Nou, welke soorten kefir heb je allemaal? Je hebt, om te beginnen heb je melkkefir. Dat is de allerbekendste en ook het meest gebruikte. En die is ook kant-en-klaar te koop in de supermarkt. En daar kom ik zo meteen op terug. Maar als je strakjes na het einde van deze uitzending naar boven scrolt, zie je boven deze uitzending een linkje naar een uitzending van de Keuringsdienst van Waren. Nou, die maken de vloer aan, die vegen de vloer aan met kant-en-klare kefir uit de supermarkt. En dan praat ik niet over de biologische kefir die verkocht wordt op boerderijen. Maar vraag wel alsjeblieft of het inderdaad zelf gemaakt is. Want alles wat uit de super komt, heeft totaal niks met kefir te maken. Alleen de naam wordt gebruikt, misschien wel misbruikt. Heeft dus totaal niks met kefir te maken. Maar daar kom ik zo meteen ook op terug. Nou, dan heb je ook nog waterkefir. En waterkefir wordt gemaakt van water en gedroogd fruit en suiker. En ondanks de fermentatie kan er soms toch aardig wat suiker achterblijven. Daarom adviseer ik die niet in de eetlijnmethode fase 1. Voor fase 2 prima, want altijd beter waterkefir gebruiken dan dat je aan de frisdrank gaat. Het is toch heel vaak een kwestie van afwegen. Maar ik adviseer in de eetlijnmethode toch melkkefir, omdat je dan tegelijkertijd ook een eiwit binnenkrijgt. Dat geldt alleen als je de kefir maakt van biologische zuivel. Dat mag van rauwe zuivel zijn of eventueel van gepasteuriseerd. Eigenlijk is van rauw beter. Maar dan heb je ook echt een eiwit te pakken. Maak je het nou van sojamelk, omdat je bijvoorbeeld veganistisch bent, is hartstikke goed. Maar dan is het eigenlijk bijna geen eiwit te noemen, omdat er in sojamelk heel weinig eiwit zit. Maar goed, weet je, zo zijn er allerlei verschillende redenen om of waterkefir te gebruiken, of melkkefir, of wat dan ook. Nou, eigenlijk ben ik een groot voorstander van kefir maken van rauwe boeren biologische melk. Dat is eigenlijk de lekkerste kefir, die fermenteert uitstekend, omdat er heel veel lactose in die melk zit. Alleen als je nou zwanger bent, dan schijn je weer uit te moeten kijken met kefir van rauwe biologische melk. Dus houd even in de gaten en ja, google eventueel nog extra op Google, om te kijken, joh, wat zijn nou de voor- en nadelen ervan. Deze uitzending zou te lang worden om het allemaal te bespreken. Maar er wordt dus gezegd, pas op met kefir van de rauwe biologische melk als je zwanger bent. Nou, dan heb je ook nog kokosnootkefir. En dat is kefir die je kunt maken van kokosnootmelk. Nou, dat zijn allemaal verschillende mogelijkheden die er zijn. Nou, dan, wat is het verschil tussen zelfgemaakte kefir en kant-en-klare melkkefir uit de winkel? En dat bedoel ik met name uit de supermarkt. Nou, pas sowieso op voor kefir met een smaakje, die ook in de supermarkt te koop zijn. Er is vraag naar door de consument. Dan denk ik, jongens, hallo, let even op, er zit er vaak extra veel suiker in. Bovendien, als jij kefir koopt in de supermarkt, heeft totaal niks met kefir te maken. Er zit 0,0 bacteriën in. Het is eigenlijk gewoon gestrende melk. En er zit niks in van een kefir, een cultuur of een kefirstarter of goede bacteriën. Er zit niks van in. En daarom is kefir uit de winkel, uit de supermarkt, is gewoon echt not done. En je moet helemaal zelf weten. En sommige mensen vinden het lekker makkelijk en dat snap ik ook. Maar maak het alsjeblieft zelf. Het is zo ongelooflijk makkelijk te maken. En ik zal het even laten zien. Ik heb hier een zakje met kefirpoeder. Dat maak je open. Je scheurt het er gewoon af. En dan zie je in het zakje. Ik heb een lepel. En ik zal het in een glas pakken. Ik zal het even in een glas doen. Dan zie je de inhoud van het zakje is gewoon een eetlepel met kefirpoeder. Is eigenlijk hetzelfde als het kefirplantje. Alleen gedroogd en gemalen. Nou, ik ga het even laten zien aan de hand van de kefirmaker. Want er was echt vraag naar. Ik haal het deksel eraf. Het staat nog vrolijk in je keuken ook. In de pot zit een kefirbeker. En in deze pot zit een gebruiksaanwijzing bij. Maar dat is een buitenlandstalige.
Als je de kefirmaker bestelt in de webshop van de Eetlijn, dan krijg je daar om te beginnen als aanbieding 2 zakjes kefirpoeder bij. Dat doe ik altijd leuk. En er zit meteen een Nederlands gebruiksaanwijzing bij. Als je de kefirmaker bestelt, zie je bij de bestelling een linkje. Als je het linkje klikt, dan krijg je meteen een Nederlandse beschrijving, gebruiksaanwijzing met tekening en al erbij. Nou, het is er aan de hand. De binnenkant van die kefirmaker zit een bodem in. Kijk, dit is de bodem. En in die pot zie je een richeltje zitten waar die bodem op rust. Nou krijg je dus bij deze kefirmaker, als je bestelt bij de webshop van de Eetlijn, nogmaals 2 zakjes kefirpoeder cadeau, kun je het gelijk gaan proberen, heb je gelijk een reservezakje. Er zit ook een tekening bij waarop je kunt zien tot welke hoeveelheid je hier warm water in kunt doen. Nou, je doet er dus warm water in, dan doe je de bodem, ik zal het even laten zien, dan doe je bodem er weer op. Je hoort je vastklikken. Dan dat warme water zorgt ervoor dat die pot met kefir, waar dus die poeder in zit en die je vult met melk, dat kan koemelk zijn, rauw of gepasteuriseerd, dat kan zijn sojamelk, kan zijn kokosmelk, dat doe je dus in die pot. Dan zet je die pot in die kefirmaker waar dus warm water in zit. En daarmee creëer je eigenlijk een prachtige omgeving waardoor het kefirproces sneller gaat. Gekookt water, vraagt Karen. Nee, hoeft niet per se, Karen, want je drinkt het water niet op. Het is puur om de kefir eigenlijk een iets meer dan warme kamertemperatuur te geven, waardoor het fermenteren wat sneller gaat. Nou, dan is ongeveer met 24 uur je kefir klaar. Er zijn ook losse inzetpotten te verkrijgen, waardoor je eigenlijk altijd 2 kefirs in de maag kunt hebben. Je kunt het ook doen met een glazen fles. Die gebruik ik zelf ook vaak. Gewoon een liter sojamelk of boerenmelk of wat dan ook. Een zakje kefir erbij. Die laat je eerst 48 uur op het aanrecht staan en dan wordt die dikker. Dan gaat hij dus fermenteren. Wordt hij zo dik als yoghurt. Dan, als die klaar is, dan ga je er 3 eetlepels afhalen. En die gebruik je voor een volgende batch. Zo noem je dat, de volgende batch. Dan ga je daar weer mee verder fermenteren. En dan hoeft hij maar 24 uur op te aanrecht. Dus de eerste keer 48 uur, tweede keer 24 uur. Nou, dat gaat hartstikke goed. Dan zie je op een gegeven moment, bovenop die kefir, zie je een klein laagje. Moet ik eventjes mijn kefirpoeder eruit halen. Ik zit hier te goochelen, lieve mensen. Onvoorstelbaar. Ik vind het wel leuk, hoor. Ik doe de poeder eventjes in deze beker. Is die straks klaar om daar melk of boerenmelk of sojamelk, dat ook op te doen. Maar dan heb ik het glaasje vrij om even te laten zien dat op die kefir ligt een laagje met dunne vloeistof. En dan denken mensen wel eens dat die bedorven is, maar dit is gewoon de wei. De wei scheidt zich van de kefir en die kan je dus gewoon drinken. Je kunt hem er ook doorroeren, want ik vind het zelf heerlijk als de kefir goed dik is. Nou is die echt heel dik, moet je kijken, hij staat gewoon echt in de fles. En als ik nou een lepel eruit haal, dan zie je dat je echt heerlijke, dikke kefir hebt. Het is echt super lekker, ik ben er zelf groot fan van. Dus zo ziet het eruit. En wees niet bang voor die wei die bovenop drijft. Gewoon lekker opdrinken en gewoon lekker gebruiken. Dan nogmaals, wil je een nieuwe batch maken, haal je 3 eetlepels van de kefir af. En daar voeg je weer 1 liter melk of sojamelk of wat dan ook aan toe. Nou, in deze pot kan iets minder. Zo ongeveer 750 milliliter. Maar daarom is het handig om 2 potten te hebben. Eentje in de kefirmaker in de maak. En eentje gaat in de koelkast waar je hem dan uiteindelijk kunt bewaren. Nou, ik hoop dat deze uitleg zo duidelijk was. Er waren meerdere mensen die vroegen erom. Gaat eigenlijk hartstikke goed. Even kijken hoor. Nou, dan. Dit was het dus eigenlijk. Waarom kun je het beter zelf maken? Omdat kefir uit de winkel niks met kefir te maken heeft. Nogmaals, bekijk de link naar de keuringsdienst. Het waren een super interessante video. Hartstikke interessant. Nou, dan. Hoe bewaar je de kefir? Nou, ik heb mensen en die bestellen de kefirzakjes bij mij per 10 tegelijk. Nou, als je dan inderdaad 10 tegelijkertijd bestelt, bewaar ze in de koelkast. Pak je nou 1 of 2, die kun je gewoon in de la bewaren. Maar als je dus lang wil bewaren, in de koelkast. Nou, dan de zelfgemaakte kefir. Die fermenteert dus
24 en 48 uur of zo nodig nog langer. Vind je hem niet dik genoeg, laat nog even wat extra lang op het aanrecht staan, even ietsje langer. Maar daarna gaat hij in de koelkast. In de koelkast stopt het fermentatieproces en kun je hem nog zeker een week bewaren. Eigenlijk doe ik het soms wat langer, als we bijvoorbeeld wat langer op vakantie gaan. Als we met de camper gaan, neem ik hem altijd mee. Maar we hebben ooit een keer een vliegreis gemaakt, dat is ook al heel lang geleden. Maar goed, maakt niet uit. Maar toen waren we langer dan 10 dagen weg en toen was hij uitstekend bewaard gebleven in de koelkast. Maar je kunt het heel goed zien, je kunt het ruiken. Gebruik je ogen, gebruik je neus als hij niet goed meer is. Ja, dan zie je het gewoon tegelijk, echt meteen. Nou, als je met zakjes kefir werkt, kun je uit één zakje, daar ga je dus een batch van maken. Die batch ga je steeds verder fermenteren en verder bewerken. Je kunt ongeveer een maand doen met één batch. En dan is het handig om weer een keer een nieuw zakje te gebruiken. Ik geloofde, het zal niet mijn fabrikant zijn, mijn leverancier. En toen dacht ik echt heel flauw. Ja, tuurlijk, dat zou ik ook zeggen als ik die producten zou leveren. Natuurlijk wil je omzet maken. Maar goed, ik was er een beetje flauw mee eigenlijk. Maar toen heeft een van mijn cliënten is op internet gaan zoeken. En die kwam later met het bericht terug. Nettie, ik heb het ook gevonden. Je moet niks. Maar eigenlijk is het interessant om iedere 4 weken gewoon een nieuw zakje te gaan gebruiken. Want dan verliest de kefir op de een of andere manier zijn kracht. Hoe dat kan, vraag ik me niet, maar je kunt het wel merken. Want dan kan je namelijk van een hele mooie stoelgang opeens wat obstipatie krijgen. Op de een of andere manier merk je het gewoon dat het dan niet meer zo goed werkzaam is. Dus zeg maar om de 4 weken, nou hooguit 6 weken, zou ik gewoon een nieuwe batch maken. En daarmee weer steeds verder fermenteren. Nou, dan als je nou een kefirplantje hebt en die wil je bewaren, waar ik zelf dus eigenlijk niet vaak mee werk, maar ik ga het wel proberen. Maar er zijn mensen die met een kefirplantje werken. Kun je schoongespoeld in een bakje onder water zetten, in de koelkast bewaren. Want hij wordt steeds meer en meer en meer, hij vermeerdert zich. En je kunt het kefirplantje ook invriezen. Gewoon afspoelen, schoon, goed schoonspoelen, laten drogen en dan in een klein bakje in de vriezer. Nou, dan, ik zal eens even kijken of er reacties zijn binnengekomen. Wanneer is hier het kefir op is, Wendy? Ja, wat ik al aangaf, zeg maar ongeveer 4 tot 6 weken. Dan moet je echt wel een nieuwe pakken. Ineke vraagt, moet het in een glazen fles of kan het ook in plastic? Het kan ook in plastic. Ik heb alleen wel gehoord en ja, weet je, dat kefir gewoon niet tegen roestvrij staal kan. Want ik heb nou met een roestvrij stalen lepel heb ik geroerd, maar hij gaat nu gewoon toch opgedronken worden. Maar als jouw kefir niet goed dik wordt, kan het zijn omdat je met roestvrij staal ingezeten hebt. Dus ik zou uitkijken met een roestvrij stalen kom. Ik zou of glas pakken of inderdaad plastic, dat kan ook. Even kijken hoor. Plantjes bewaar je in de melk, in de koelkast tijdens. Oké, dankjewel Mirjam. Hartstikke fijn, dankjewel. Raw power kefir of hang op. Ik weet niet precies wat jouw vraag is, Brigitte. Wendy ook beantwoord. Echte melk, ja, dat kan heel goed. Nou, weet je, voor mensen die veganistisch zijn, is echte melk natuurlijk geen optie. En die willen juist sojamelk gebruiken. Dus weet je, je kan eigenlijk alle kanten op. Nou, dan, waarom is kefir zo? Ja, wat kun je er eigenlijk mee? Het is een hele goede zuivel vervangen voor mensen met lactose-intolerantie. Want als je nou bijvoorbeeld kefir maakt van gewone boerenmelk of gewone melk, daar zit lactose in en dan kun je gewoon enkel met melk en een zakje kun je aan de slag. Als je nou sojamelk gebruikt, sojamelk bevat geen lactose, daarom is sojamelk zo handig voor mensen met lactose-intolerantie. Dan is het belangrijk om eventjes wat palmsuiker toe te voegen, een eetlepel palmsuiker, bij de eerste batch. Dus de eerste keer dat je het zakje in melk, in sojamelk toevoegt, dan voeg je een eetlepel palmsuiker toe. Even goed roeren en dan laat je het staan. En dan kun je, als je de batch gaat verder verdelen, heb je geen palmsuiker meer nodig. Dus alleen bij de eerste batch van het eerste zakje, dan heb je palmsuiker nodig. Nou, dan, als je nou kefir maakt van gewone melk, en je merkt dat je er toch last van krijgt omdat de lactose niet verder genoeg afgebroken is, dan kun je inderdaad kefir gaan maken van sojamelk of van kokosmelk. Gaat eigenlijk hartstikke goed en dan weet je zeker dat het gewoon absoluut vrij is van melksuiker. Nou, je kunt het drinken en je kunt het eten als yoghurt.
Vind je het nou niet lekker? Dan kun je het smaak brengen met fruit, met een paar drupjes stevia of half om half van yoghurt. Vind ik zelf ook heel erg lekker. Ik bak er altijd mijn brood mee. Ik bak mijn brood altijd zelf. En een brood te bakken heb je in de Eetlijn Shop 4 verschillende soorten bakmixen. Nou, die zijn hartstikke lekker en super makkelijk. Dit is de pistoletmix. Dit vind ik de allerlekkerste van allemaal. En daar heb je voor nodig 1 zakje bakmix, 6 eitjes en 500 milliliter kefir of Griekse yoghurt. Nou is Griekse yoghurt in de winkel echt vrij duur. Het is echt niet goedkoop. En ik vind hem heerlijk om te eten, maar om te bakken kun je net zo goed kefir gebruiken. En het leuke is, als ik het klaar maak, dus ik roer de kefir en de eitjes door het zakje bakmix en ik zet het klaar, dan gaat hij al bubbelen in de schaal. En dat is de koolzuur, het fermenteren, dan gaat hij echt al bubbelen. En juist de bubbeltjes van de kefir zorgen ervoor dat jouw broodje wat luchtiger wordt. Het wordt niet zo'n brood, want dan heb je gewoon meer lucht in je brood dan voedingsstoffen. De eetlijnbroodjes blijven altijd wat lager, maar het wordt wel ietsje luchtiger als je met kefir bakt. Dus dat kun je gewoon sowieso doen. Nou, en dan kun je er ijs mee maken. En dat is natuurlijk dat gruwelijk lekkere recept van morgen. Dat is aardbeienijs. Ik ga zo meteen alle ingrediënten met je delen. Echt hartstikke lekker. Even kijken of er nog... Oh, Ria, dankjewel. Die heeft de link gegeven naar de aanbieding van de kefirmaker met 2 zakjes kefir. Dat is echt een leuke aanbieding. Is toch een cadeautje van... €5, scheelt altijd. Even kijken of er meer vragen binnengekomen zijn. Heeft u ook iets anders wat nog meer af kan slanken? Ja, lieve mensen. Maar nog een goede vraag, vrienden van de velden. Ja, natuurlijk sowieso de eetlijnmethode. Gaat hartstikke goed. Oké. Ja, ik zie op het moment geen vragen meer. Oh, waarom palmsuiker? Ja, Natasja, dat is de suiker waar de meeste mineralen in zitten. Want je kunt in principe ook gewone suiker gebruiken of kokosbloesemsuiker. Maar als je de suiker wil met de meeste mineralen erin, dan gebruik ik altijd palmsuiker. Dus dat is mijn reden om palmsuiker te gebruiken. Oh, Via zegt fijn dat het ook van sojamelk kan. Goeie tip. En waarom geen gewone? Dan vanwege de vitamines en mineralen, Natasja. Gewone suiker zit natuurlijk eigenlijk niks in. En palmsuiker zit er heel veel mineralen in. Het is eigenlijk een ruwe vorm van suiker met meer gezonde stofjes nog erin. Oké. Gera zegt, wij delen ze zelf gratis. Hartstikke fijn. Oneindig bruikbaar. Ja, klopt ook. Nou, er komen heel veel vragen binnen. Ik zie dat Ria aan het antwoorden is. Ik ga even verder met de uitzending, anders zijn we over een half uur nog niet klaar. Nou, wat maakt kefir zo gezond? Om te beginnen is het een fantastische bron van voedingsstoffen en heeft zeer sterke antibacteriële eigenschappen. Nou, dat heeft alleen kefir en yoghurt niet. Ik heb al gezegd, yoghurt is natuurlijk ook een gezond superproduct. Maar kefir is nog vele malen gezonder dan yoghurt. En die antibacteriële eigenschappen, die kunnen ingezet worden tegen bacteriën, onder andere E. coli en de schadelijke bacterie Helicobacter pylori. Dus heel belangrijk om in te zetten als je last hebt van bacteriën. Nou, dan zorgt het voor een gezonde darmflora, onder andere tegen prikkelbare darmsyndroom. Wat ik net al aangaf, als jouw darmen gezond zijn, is eigenlijk jouw hele body, jouw hele lichaam is gezond. Dus of het nou PDS is, of astma, of allergieën, of welke ziektebeelden dan ook. Gezonde darmen kunnen eigenlijk bijna alle ziektebeelden tackelen. Nou, door de goede bacteriën kan het lichaam zichzelf beter verdedigen tegen infecties. En we gaan nou verliefd leven de winter in, de herfst, het najaar. En hoe fijn is het dan om je immuunsysteem een enorme boost te geven? Nou, dat kan dus inderdaad door kefir elke dag op je menu te zetten. Even kijken. Nou, dan bevat calcium en K2. Dat is weer voor sterke botten. Dus als je echt je botten sterk en gezond wil houden, elke dag 2 bekers kefir kan gewoon wonderen verrichten. Nou, en dan inderdaad door gezonde darmen een betere weerstand. Beter bestand tegen astma en allergieën. En als jouw darmen in optimale conditie zijn, kunnen ze zelf histamine-remmers aanmaken. En zeker in de hooikoortsperiode kan kefir enorm helpen. Echt een fantastisch product. En dan ook een van de hele belangrijke gevolgen is dat het tegen diarree is. Het is een diarree-remmer. Dus aan de ene kant geeft een wat snellere spijsvertering en een vlottere stoelgang. Aan de andere kant kan
kan het gewoon ook diarree remmen. En dan moet ik denken aan onze Marokko-reis. We zijn in 2019, denk ik, of 18, ik weet niet precies meer. Zijn Anton en ik 6 weken met de camper naar Marokko geweest. Ik heb nog nooit zulke mooie camper gehad als in Marokko. Er was 40 graden. Nou, daarom ben ik ook fan van de kefirmaker, omdat daar de temperatuur hoger is dan in de keuken. In de keuken is het vaak, hoe warm heb je het in je keuken of in je kamer? 20 graden, 21 hooguit. Nou, dat is op zich een prima temperatuur om kefir te maken. Maar in de kefirmaker wordt het warmer, dus gaat het eigenlijk sneller. Of in de winter zet ik de fles wel eens op de grond bij de vloerverwarming en dan gaat het ook sneller. Maar in Marokko, ik had nog nooit zulke lekkere kefir. Nou, wat een grap was, op een gegeven moment was ik het kefir vrouwtje. Want de hele club, we waren met een club van meer dan 20 mensen. Ze hadden allemaal diarree. En Anton en ik dronken elke dag 2 bekers kefir. We hebben geen diarree gehad. En op een gegeven moment hoorden de mensen, want ik ging kefir uitdelen. Op een gegeven moment wist iedereen dat kefir had. Dus elke dag kwamen de mensen kefir maken. Nou, ik was dus het kefirvrouwtje. Helemaal leuk, maar heeft fantastisch geholpen. Nou, dan de vraag, heeft alleen maar voordelen kefir? Nou, soms kan het bij de start, omdat je darmen worden flink aan de gang gezet, kan het even wat krampjes geven, wat windjes, wat spijsverteringsproblemen. Je moet eraan wennen. Nou, gewoon doorzetten of langzaam opbouwen, maar uiteindelijk wen je daar gewoon aan. En ja, blijft het nou te erg, dan kan het gewoon zijn dat je er toch niet tegen kan. Of je gaat me van sojamelk maken, hè, dat je geen lactose hebt, maar gewoon eventjes proberen en kijken hoe het allemaal gaat. Goed, maar je kunt dus wat opstartverschijnselen hebben. Nou, dan het recept van morgen. Dat zalige aardbeienijs echt in een paar minuten tijd gemaakt. Nou, wat heb je nodig? 300 gram aardbeien, liefst biologisch, want aardbeien horen tot de dirty dozen. Dus zijn het meest bespoten en het meest vervaard van allemaal. Ze moeten bevroren zijn. Ik zou ze zelf pakken met kroontje en al. Ook de kroontjes op eten. Dan 300 gram kefir, dus makkelijk. 300 gram aardbeien, 300 gram kefir. 4 gram psylliumvezels om het ijs toch een beetje wat dikkere consistentie te geven. Een halve theelepel vanille bourbon om het een heerlijke vanilleachtige smaak te geven. Wat stevia druppeltjes naar smaak. Een eetlepel kokosrasp en als garnering 2 eetlepels krokante mix van de eetlijn. Kun je vinden in de webshop. En eventueel wat slagroom. Of kokosroom of blaadjes munt. Nou, die blaadjes munt, altijd leuk. De pompoenpitten, altijd leuk om erop te doen. Of krokante mix. En dan eventueel wat kokosroom als garnering. Ja, jongens, het is gewoon hartstikke lekker. Nou, nogmaals, zo ziet het eruit. Dus weet je wat je nodig hebt? Eventueel pompoenpitten erop is leuk. Maar de krokante mix is ook erg lekker erop. En dan... Het thema van volgende week is etiketten lezen. Ook weer een hartstikke interessant thema. Gaan we dus volgende week doen. Nou, dit was wat ik wilde vertellen over kefir. Ik was weer veel te snel. Oh, dan ben ik zo enthousiast. Nou, lieve mensen, dit was het uiteindelijk. Ja, er komen nog veel meer vragen binnen. Ja, die doe ik nog maar eventjes na de uitzending, lieve mensen. Dus of in ieder geval op een later moment. Ik zag dat Ria ook al bezig was, dus helemaal goed. Allemaal bedankt voor het kijken. En ik zou het superleuk vinden als jullie deze uitzending zouden willen delen. Want dan kunnen we nog meer mensen bereiken en Nederland nog gezonder maken. En nogmaals bedankt voor het kijken. Een onwijs fijn weekend en tot de volgende keer. Groetjes, doeg, doei doei.